Bij een eenzijdig ongeval in de Moer is woensdag een automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond het middaguur op de Middelstraat tegen een boom en kwam daarna in een greppel terecht. Hulpverleners waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Dat overleed ter plekke aan de opgelopen verwondingen. Waardoor de auto van de weg raakte is niet bekend. De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Johan, mensen. Ja. Ja.